beste mensen van Couture.com. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Isa van Huis. En ik vind het leuk dat jullie weer kijken. Ik heb een aantal dingen wat ik graag met jullie wil bespreken. Allereerst, gisteren heb ik voor het eerst na maanden weer straatinterviews mogen doen. En ik vond het geweldig. Het was mooi weer. We zaten op Couture, met Couture's waar we dus op de kruiskade vinden. Dat filmpje kan je trouwens terugvinden op Couture.com. Het was gezellig, de mensen waren weer helemaal vrolijk, merkte je. En het was gewoon heerlijk. Ik heb het echt gemist. Dus check dat filmpje op Couture.com. Vandaag was mijn andere collega aan de beurt. Die had ook een hele leuke straatinterview gehouden. Dat kan je allemaal terugvinden op Couture.com. Het volgende waar ik het over wil hebben, en het is best wel een gevoelig onderwerp, want ongeveer 2 weken geleden is er in Amerika voor de zoveelste keer weer een donkere man vermoord door de politie daar zo. Nou, de racisme is enorm daar, dat was al bekend. Alleen de laatste jaren kunnen we het, zeg maar, of niet we, de mensen daar, hè, door social media, doordat ze het kunnen filmen, doordat ze, zeg maar, daardoor de hele wereld het kan zien wat er aan de hand is. En wat er voor 2 weken geleden is gebeurd, hè, George Floyd. Laat me het allereerst zeggen, ik heb het filmpje gezien. Vanaf het begin tot het einde. En ik kreeg kippenvel en tranen in mijn ogen. Het was zo heftig. Het was zo... Ja, ik dacht echt bij mezelf, hoe kan het dat mensen zo onmenselijk kunnen zijn? Die man deed helemaal niks verkeerd. Hij werkte heel erg mee. En die agent zat gewoon met zijn knie op zijn nek. Die man geeft een paar keren aan. Die meneer Floyd geeft een paar keren aan. I can't breathe. I can't breathe. Please don't kill me. I can't breathe. En dat gaat minutenlang door. En op een gegeven moment valt deze man ook gewoon weg. Ik weet niet of die dan buiten bewustzijn valt. Of in ieder geval, hij is gewoon vermoord. Hij is helaas heeft dit niet overleefd. Doordat dit is voorgevallen, voor de zoveelste keer zijn er onwijs veel rellen in Amerika. En terecht ook natuurlijk, want het moet een keer ophouden. Hè? We zijn allemaal gelijken, ongeacht kleur, ras, waar je vandaan komt. Racisme moet gewoon ophouden. Hier in Nederland geven ze ook veel aandacht eraan. Eigenlijk overal op de wereld. Hè? We zien genoeg filmpjes voorbij komen dat ze daar aandacht aan geven. Dat mensen protesteren ertegen. Dat het gewoon aangepakt wordt. De agenten zijn wel ontslagen. En de agent die met zijn knie op de nek zat bij George Floyd. Die is inmiddels ook opgepakt. En ik hoop dat dit echt de doorslag geeft van dat het nu ook eindelijk wordt aangepakt. Hè? Het is nu maar afwachten natuurlijk wat er verder gaat gebeuren. En of die man inderdaad terecht aangepakt wordt en veroordeeld wordt. De tijd zal het zeggen, maar er heerst gewoon heel veel onrust. Het moet gewoon ophouden. We zijn allemaal gelijk, nogmaals. Racisme is gewoon not done. En nogmaals, ook hier in Nederland zijn ze toevallig nu op de Dam aan het protesteren over wat er nu in Amerika is gebeurd. Dus ik power up iedereen die hier aan meedoet. Goed, daar gaan we waarschijnlijk de komende tijd meer over horen. En ik hou het sowieso in de gaten wat er aan de hand is. En ik zal het vast wel nog een keer hierover hebben in mijn show. Nu het andere, wat ook best wel... ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Maar afgelopen week hebben de verkiezingen plaatsgevonden in Suriname. En het is anders verlopen dan dat het hoort te gaan. Namelijk, de uitslag werd niet echt gelijk bekendgemaakt. Er werden heel veel rare dingen gezegd dat er waarschijnlijk gesjoemeld wordt of fraude is gepleegd. En het heeft echt lang op zich laten wachten voordat eindelijk naar voren is gekomen wie de winnaar is. En VHP blijkt dus de grote winnaar te zijn. Maar daar wil ik dus wel meer over hebben. Want ik ga iemand leuks bellen. En ik vind het ook onwijs leuk. En ik voel me vereerd om deze man te bellen. Ik heb hem vorig jaar in Suriname heb ik hem voor het eerst ontmoet. Heb ik ook een korte interview met hem gehouden. En hij is gewoon de volkszanger van Suriname. Hij heeft heel veel hits op zijn naam staan. Hij is heel erg bezig met andere artiesten. Hè, om hun ook te promoten en te helpen met hun muziek. En degene die ik nu ga bellen is dus Damaru. Ik heb hem dus gezegd dat ik hem ga bellen. Want ik wil ook gewoon meer weten over de situatie in Suriname. Ook vanwege de coronasituatie. Dus ik ga hem nu bellen. Ik heb hem gezegd dat ik hem dus ga bellen. Dus
Hallo, Damaru! Hoi. Hi, ik ga de telefoon even omdraaien zodat de mensen je ook kunnen zien, ja? Oké, is goed. Yes! Je bent al helemaal voorbereid met je mondkapje. Oké. Hallo, Damaru, hoe gaat het met je? Wat zie je er goed uit? Ja, wat zie je er goed uit? Nogmaals? Wat zie je er goed uit? Oh, dankjewel. Hey, Damaru, even heel snel, hè? Want jij was eigenlijk, toen de corona begon, zat jij in Nederland. Ja, jij bent nog niet was, zo... 2 maanden in Nederland. Ja, dus je bent nog niet zo lang terug in Suriname, hè? Nee, 3 weken nu. Ja, maar jij moest natuurlijk eerst in quarantaine toen je terugkwam in Suriname. Hoe was dat dan? Nou, dat is een aparte ervaring. Weet je dat je in eigen land bent, maar dat toch gewoon 2 weken lang binnen moet blijven. Mm-hmm. En zo, weet je, maar gelukkig, ik ben gezond eruit gekomen. Ja, gelukkig maar. Hé, hey, en die quarantaine dan, was het gewoon in je eigen huis of werd je in een speciaal tehuis gezet daarvoor? Ja, je gaat naar een overheidsinstantie. De overheid kiest dan een hotel voor je uit. Ik zat in Ramada. Ja. Oké, okay. En dan verzorgen ze je gewoon vanuit daar? Nogmaals? En vanuit daar dan gingen ze gewoon jou verzorgen? Juist. Ja. Oké, okay. Nou, Damaru, heel erg bedankt dat je even de tijd hebt genomen voor een korte interview. Hoe gaat het met de muziek? Ik heb hele leuke muziek voorbij zien komen en je bent eindelijk meer te vinden op Spotify. Ja, dat klopt. Ik heb nu precies een jaar ben ik weer actief met mijn eigen label, Day Music. Ja. Waar ik een aantal artiesten heb getekend. Artiesten zoals Ghetto Cruz staan ook bij mij. Ja. Dus ik ben actief. Ik ben ook bezig met de EP die van de maand moet uitkomen, 27 juli. Ja. Breng die uit. Dat is zo'n beetje wat muziek betreft. Ja. Ja, want inderdaad, een jaar geleden kwam ik jou voor het eerst tegen in Suriname toen ik daar was. Toen waren jullie toevallig met Ghetto Crew een videoclip aan het opnemen. Kan je dat nog herinneren bij Waterkans? Ja, klopt. Waren we die dag bezig, ja. En hoe gaat het nu zelf met Ghetto Crew? Want hun doen het ook goed, hè? Ja, het is goed. En, ze hebben ook nieuw muziek. Weet je, maar het is nu... We zijn nu aan het kijken of het verstandig is om... die clips nu te droppen of toch even te wachten wanneer alles weer hier gesust is. Ja. Wat live optreden gaat er nu niet worden. Nee. En nou eventjes over de situatie die we daar toch hebben, over de optredens in Suriname. Alles is natuurlijk ook daar on hold gezet. En weet je nog? Ja. Nee, alles is daar natuurlijk ook on hold gezet. Hoe is de situatie in Suriname, zeg maar, met het coronavirus? Oké, voor de verkiezingen was alles nog goed. Maar sinds zaterdag zijn er meer besmette mensen geconstateerd om het zo te zeggen. Ja. En we zitten nu op goede roep. Ja, ik heb het begrepen. Dit trouwens kan je ook terugvinden op kulturo.com. Inderdaad, dat de code rood is afgegeven vanwege meer besmettingen. En geldt de avondklok nog bij jullie? Ja, het is gebracht naar 11 uur, maar we verwachten vandaag dat die weer gebracht wordt naar 8, 6. Ja. Dus 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Ja. En hoe gaan de meeste mensen in Suriname hiermee om? Wat merk jij? Nou, ik denk dat ze nu pas de ernst van de zaak zien, hoor. In het begin was het nog even van ja, oké. Maar nu dat men hoort dat er meer besmette mensen zijn. En het mooie van alles is, die mensen lopen gewoon rond. Dus je zou nog niet echt kunnen weten wie en waar je nu moet gaan. Ja. Want houden ze daar ook rekening met de 1,5 meter? Ja, gaat nu wel moeten, ja. Ja. Het is wel een vereiste, maar... Je gaat ze het echt moeten houden. Ja, hè? Nou ja, je gaf het net zelf ook al aan. Hè? De afgelopen weken hebben de verkiezingen plaatsgevonden in Suriname. En nou weet jij laat het gewoon duidelijk weten en zien voor wie jij bent.
Jij bent voor de partij van Boutersson. Hij heeft helaas niet gewonnen voor jou dan, maar hoe vind je het zelf dat hij het niet heeft gewonnen? Ja, klopt. Wat vind je ervan? Sorry, je vraag nogmaals. Wat vind je ervan dat hij niet heeft gewonnen? Ja, ik ben eerlijk gezegd ben ik verrast. Weet je, ik wist wel dat er mensen zijn die sowieso een beetje teleurgesteld waren in zijn beleid, weet je. Maar dat is in elk land zo. Mm-hmm. En maar ik had niet verwacht dat we bij de 16 zetels zouden zitten. Dat was niet mijn verwachting. Nee. Maar even een persoonlijke vraag, want waarom was jij voor Boutersson? Wat was jouw reden? Nou, ik ben al heel lang bevriend op de heer Boutersson. Voordat hij president was, was ik al bevriend. Ik ben een paar keer met hem naar het binnenland gegaan. Mm-hmm. Dus eigenlijk vanaf daar hebben we een band behouden. En is voor mij daar gewoon een vrije keuze geweest om te zeggen van ik ga zijn partij joinen. Ja. Dus niet iets van voor de verkiezing of zo. Is al heel lang. Ik praat dan over 15 jaar geleden. Ja, precies. Oké. En wat vind je er nou van dat de VHP heeft... ze gaan nu hebben ook nog een samenwerkingscontract getekend. Een overeenkomstcontract. Met de ABOP, NPS en PL. Wat vind je daarvan dat ze dat hebben gedaan? Nou, uiteindelijk als het volk heeft gestemd moet je dat gaan accepteren, toch? En het is gewoon hopen dat hun dan gewoon hun werk naar behoren doen, weet je. Ik heb niks persoonlijks naar een van die leiders. Nee. En als het volk recht... als het volk heeft gestemd voor hun, dan moet dat dan worden. Ja, precies. Ja. Verder was het best wel onrustig tijdens de verkiezing, want de uitslag kwam niet gelijk naar buiten. Ze gaven, er werd gezegd dat er fraude werd gepleegd, dat het rare dingen gebeurden daar zo. Wat denk jij, hoe denk jij daarover? Ja, ik heb het ook gevolgd, weet je, en veel daarover kan ik niet zeggen, waarom dat het nog niet echt, ze zeggen nog niet echt. Men is niet met harde feiten gekomen, ik zie dat meer als scenario's en ik kan ook niet weten van welke kant het komt, weet je. Maar, uiteindelijk neem ik vertrouwen in OAS die hier is, dus hun zijn er om dit alles te checken en dan is het gewoon netjes afwachten wanneer ze met de officiële uitslag komen. Ja, precies. En wanneer gaat dat gebeuren? Zo, ze zouden gisteren doortellen, maar vanwege COVID-19 gevallen zijn ze weer gestopt. Oké. Ja, nou, het laat even spannend eigenlijk, hè? Hele spannende tijd voor Suriname. Ja, heel spannend. En, we vechten nu met een regeersmacht en ook een gekke virus. Ja, precies. Ken jij toevallig iemand die besmet is? Nee, indirect niet. Ik had wel een vriend van mij, maar hij is inmiddels ook al genezen. Oh, gelukkig. Weer gezond. Ja, gelukkig. Hey, nou eventjes ook nog het andere, want dan ben ik ook wel benieuwd hoe het in Suriname is overgekomen. Hè? 2 weken geleden is een donkere man vermoord door een politieagent, wederom in Amerika. Ja. Hoe gaat het in Suriname? Hoe neemt men dat op? Want ik weet, hier in Nederland zijn we er heel erg mee bezig. Ja, dus je vraagt nogmaals, ik heb je al gehoord, maar je vraagt nog. 2 weken geleden is er een Amerikaanse donkere man, wederom voor de zoveelste keer vermoord door een politieagent. En het heeft heel veel onrust veroorzaakt over de hele wereld. Hier in Nederland zijn we er best wel veel mee bezig. Hoe gaat het in Suriname? Hoe gaan zij daarmee om? Ik volg het wel. Eerlijk gezegd heb ik niet echt een feedback van hier. Dat ik aan je kan geven hoe men erop reageert. Omdat eerlijk gezegd, men nu hier gewoon... Alles wat de klok slaat nu is verkiezingen. Ja. Weet je, dus ik heb dit echt mensen iets daarover horen praten of schrijven. Maar ik volg het wel. Oké. Okay. Dus dat... En wat vind jij ervan dat het weer is gebeurd, zeg maar? Nou, sowieso tegen.
En je hebt ook gezien dat Amerika er heel agressief op heeft gereageerd. Ja. Ik heb ook gezien dat er in Amsterdam vandaag ook een protestactie was. Dus dat vind ik ook cool. Ja. Je, we leven in een moderne tijd. En ja, dat soort dingen kunnen we niet meer accepteren. Nee, precies. Nee. Ja, dat heb ik net, voordat ik jou belde, zei ik dat ook al. Gaf ik dat ook al aan. Maar ja, het is nog even afwachten. Kijken wat er verder gaat gebeuren met die agenten. Ja. Maar ik denk wel dat ze gehoor gaan geven, hoor. Omdat als ik zo op Facebook kijk, Instagram, ze hebben een aantal mensen meegedaan en ook laten zien dat ze het niet oké vonden. Ja, precies. We zullen het zien. Hé, hey, maar Damaru, even weer terug op je muziek, op je mooie muziek. Ik zag rond de tijd van Moedersdag heb je een heel mooi nummer uitgebracht. Voor moeders en voor je eigen moeder. Of is dus nogmaals? Even weer terugkomen op je muziek. Rond Moedersdag, ongeveer een maand geleden was dat, heb je een heel mooi nummer uitgebracht voor moeders. En waaronder ook je eigen moeder. Klopt dat? Ik hoor je slecht. Wacht, even kijken, ik ga hem even weer omdraaien. Hoor je me zo? Ja. Een paar weken geleden heb je een heel mooi nummer uitgebracht voor je moeder en voor alle moeders. Ja. Is het een pas nieuwe nummer of had je dit nummer al uitgebracht? Oh nee, het is een oude poko van mij. En ja, wat ik nu doe is dat ik mijn poko's die ik vroeger had uitgebracht niet op Spotify heb gezet. Dus die probeer ik bij allemaal te zetten die men vraagt. Maar pakken met zo'n Pokémon kan je het op Spotify zetten. Ja. Dus, die was ook een van die nummers, maar het is een oude Pokémon van mij. Ja, ik vond het een heel mooi nummer. Je zingt weer mooi, natuurlijk, met net als al je andere nummers. En, ja, want nu heb je inderdaad eindelijk voor Spotify gekozen, dus wij hier in Nederland kunnen ook wat meer genieten van je muziek. Waarom heeft het zo lang op zich laten wachten? Nogmaals? Waarom heeft het zo lang op zich laten wachten voordat je eindelijk met Spotify... dat je daarop je nummers erop hebt gegooid? Nou, ik sta in principe al, ja, laat zeggen, 5 jaar of zo op Spotify, maar onder beheer van Topnotch. Ja. En dat was ook de reden waarom ik niet mijn eigen account had gemaakt. Maar sinds kort heb ik gezegd van, hey, ik sta gewoon met een andere account waarop ik oude en nieuwe muziek laat plaatsen. Ja. Maar op mijn andere Spotify heb je gewoon dan mijn album die ik voor Topnotch heb uitgebracht 5 jaar geleden. Dus die staat er wel al een tijdje. Ja. Want heb jij nog contact, zit je nog onder Topnotch? Nee, ik was in 2015 bij Topnotch. En daarna ben je gewoon met je eigen label begonnen dus? Ja, en ik heb een publishing deal bij Cloud9. Ja. Nou, mooi. Ja, ik zit telkens de telefoon heen en weer te draaien, zodat men het ook ziet. Ja, de verbinding naar Suriname toe is af en toe een beetje anders dan als je hier binnen Nederland belt. Ja. Hé, maar Damaru, wanneer kunnen wij jou weer verwachten in Nederland? Wanneer ik weer mag vliegen. Ja, kom je gelijk? Wanneer? Ja, ik moet voor huwelijksfeest in juli daar zijn, dus ik hoop dat ik dat red om te komen. Is het dan voor een optreden of iemand die je kent die gaat trouwen? Wat? Nee, ik ben geboekt. Ik ken de mensen niet persoonlijk. Oké, okay. Oh, wat leuk. Wat prachtig als je dan mag zingen op hun bruiloft. Ja, toch? Is het de eerste keer of heb je... Ik gezellig met haar, maar... Ja, dat geloof ik best. Is het de eerste keer dat je zoiets doet of heb je het al vaker gedaan? Nee, heb ik wel vaker gedaan. Maar voor in Nederland wordt het mijn eerste keer. Nou, het gaat zeker weten een mooie dag worden voor die mensen. Als alles goed gaat en je mag vliegen. Ja, toch. Nou, Damaru, heel erg bedankt voor deze korte interview. Ik zou graag van jou willen, voordat we afsluiten, dat je een stukje voor ons zingt. Ik kan niet afsluiten en je zingt niet. Oké, wat wil je horen dan? Wat is de nieuwste nummer wat je nu hebt, waar je nu mee bezig bent? Ik ga gewoon een eigen mesje opvoeren. Ja,
Oké, doe dat maar. Is ook goed. Ook al waar ik ben, ik hoop ten gekleed, maar toch zorg jij dat ik zweef. Een draai bij jou, oh baby, voelt als een kogel door mijn lichaam, jouw aanwezigheid. Oh baby, ik had de avond zonder de man, als jij lacht, dan verdwijnen mijn zorgen. Al snel voor de zon, die traag van jouw mij. Ik heb een tuintje in mijn hart, maar alleen voor jou. Peace out. Haha, dankjewel Damaru. Ik check jou later nog een keer, ja? Is goed. Dankjewel, doei doei. Damaru, Damaru, Damaru. Geweldige stem heeft deze man. Echt heerlijk als hij aan het zingen is. En je ziet het. Ik ben heel erg blij dat hij even een kleine update heeft gegeven hoe de situatie in Suriname is. Hij is eigenlijk de eerste die ik benaderd heb vanuit Suriname voor een korte interview. Dus ik dacht, nou, ik vraag hem gewoon hoe en wat. Maar goed, bedankt voor het kijken. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe gast. Blijf Couture.com in de gaten houden. Je kan ons vinden op Facebook. Je kan ons vinden op Instagram. We hebben sinds kort ook een TikTok-account. Heel leuk om naar te kijken. En abonneer op onze YouTube-kanaal. En voor nu een hele fijne dag verder. Mwah!